Als ik achter me kijk, denk ik, hartstikke goed. Nog meer windturbines erbij. Op een goede plek, landschappelijk mooi ingepast. Met betrokkenheid van de mensen hier. Hartstikke goed. Dit is de toekomst. Hoe belangrijk is windenergie voor Nederland? Oh, absoluut cruciaal. Wind op land, maar ook wind op zee. Zijn eigenlijk energiebronnen die we voor de toekomst heel hard nodig hebben. Dames en heren, hier wordt weer een windpark geopend. Het gaat nu de laatste tijd in de sneltreinvaart. Dat doet mij inderdaad, meneer De Haas, heel veel deugd. Want ik zit er de hele tijd op te drukken om te zorgen dat we die enorme ambitie ook in deze kabinetsperiode realiseren. In welk opzicht kan de overheid nou zorgen dat er nog meer van deze molens komen? Nou, te zorgen dat alle randvoorwaarden die nu belemmerend zijn weggenomen worden. We hebben zojuist ook gesproken met mensen die konden aantonen dat in principe geluid... Ja, er wel is, maar dat die binnen de perken kan blijven. Daar kan je natuurlijk gewoon regels voor stellen. Die hebben we ook. Dan moet je naleven. 1, 2, 3. Oh. Het heeft 10 jaar geduurd hier. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, ik vind dat ook absurd lang. Ik heb ook meteen aan de burgemeester Osterlo hier gevraagd van... En de laatste 2 jaar is het toch wel sneller gegaan, hè? En toen U flirtte een beetje met de metro. Ja, nou, maar dat mag ook wel. Als ik vind dat het de laatste 2 jaar gewoon veel beter is gegaan. En ook echt zo'n tempo in is gekomen dat het er nu staat. Zeekracht, dat is windmolens op zee. In hoeverre kan het op land ook, hè? Dat zijn coöperatieve clubs. Ik hoorde dat dat hier ook gebeurt. In hoeverre kunnen coöperaties hieraan bijdragen? Ik ben er stellig van overtuigd dat als je de lokale bevolking er meer bij betrekt, dat je meer kan bereiken. Ik heb nou verschillende windparken geopend en gemerkt dat daar waar inderdaad de burgers ook er een belang bij krijgen, of dat nou in de vorm is van aandelen of revenue van de gelden die het oplevert. Hè, bijvoorbeeld een x-aantal duizenden euro's per jaar voor het dorp of de gemeente. Kijk, dan creëer je een betrokkenheid niet om af te kopen, hè, want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de bevolking zelf ook ziet, ik heb er belang bij, maar niet alleen ik, maar ook mijn kinderen en kleinkinderen voor onze toekomst. In hoeverre is zeekracht belangrijk voor u? Nou, dat is een heel goed initiatief. Prima. En ik ben zelf heel hard bezig met mijn collega's om te zorgen dat wind op zee sterk wordt bevorderd. We willen naar 6000 megawatt in 2020. Nou, we schieten nu heel hard op. En kijk, als wij daarmee bezig zijn en de Engelsen die zien dat dat wordt, dan gaan ze nu ook al vanzelf meedoen om inderdaad dat mooie project, wat dan misschien qua uitvoering wel heel erg prachtig is, om dat te realiseren met misschien ietsje minder toeters en bellen. Maar we zijn wel echt die richting op aan het koersen.